Beste kijkers van DVS TV, zoals u normaal van ons gewend bent op maandagavond, blikken we terug op de wedstrijd die geweest is en kijken we vooruit voor de wedstrijd die komen gaat. Deze week gaat het voor DVS TV anders. Ik heb namelijk niet Roland ten Berge naast me staan, maar de voorzitter van DVS 33, Aart Gozessen. En Aart Gozessen heeft belangrijk nieuws te melden. Hierbij wil ik het woord geven aan Aart Gozessen. DVS 33 en Roland ter Berge gaan per direct uit elkaar. Het bestuur van DVS 33 Ermelo heeft, op basis van een advies van de technische commissie, besloten de samenwerking met trainer Roland ter Berge per direct te beëindigen. Tegenvallende resultaten liggen ten grondslag aan dit besluit. Roland ten Berge werd in de zomer van 2015 in Ermelo aangesteld als hoofdtrainer. De Raaltenaar leidde zijn ploeg in het debuutseizoen in de topklasse met goed voetbal naar een verdienstelijke 9e plaats. Na een behoorlijke start neemt DVS in de lopende jaargang inmiddels een 13e positie in op de ranglijst. Uit 21 wedstrijden werden 24 punten gehaald. Afgelopen december werd al duidelijk dat de samenwerking met de hoofdtrainer ten Berge na het lopende seizoen wordt beëindigd. De ontwikkelingen van de resultaten in de voorbije periode hebben bestuur en technische commissie echter doen besluiten voortijdig afscheid te nemen van ten Berge. Dat is een lastige en pijnlijke beslissing. Laat dat duidelijk zijn. DVS 33 heeft veel respect voor de persoon en de trainer Roland ten Berge. Wij wensen Roland daarom het allerbeste voor de toekomst en bedanken Roland voor zijn inzet. Assistenttrainer John Kamphuis neemt de taken van ten Berge tijdelijk over. Dank u wel. Dank je wel, Aart. Wat is de belangrijkste reden dat het bestuur tot dit besluit gekomen is? Nou, het is zoals ik in de verklaring ook geschreven heb en gezegd heb, puur op grond van de resultaten in dit jaar. En normaal kon je in het begin nog zeggen het is grillig. Hè? Er komen een keer wat goede resultaten en wat mindere resultaten. Maar goed, in de eerste periode stonden we op de 9e plek. In de tweede periode staan we inmiddels op de 16e plek. En dat betekent een gemiddelde van 13e plek. En dat vindt het bestuur van DVS, ook op advies van de technische commissie, op dit moment een te lage positie. En dat het besluit nu genomen is, dat is ook bewust gekozen? Ja, dat is bewust gekozen. Vorige week donderdagavond ben ik nog bij de jongens geweest in de middencirkel. Af en toe doe ik dat eens een keer een paar keer per jaar. En dan spreek ik ze toch een keer bemoedigend toe. En toen heb ik ook gezegd van, in feite na de wanprestatie van de week eerder, hè, dat begrepen de jongens het ook allemaal. Toen heb ik ook gezegd van nou, tegen Harkema gaan wij voor 3 punten. En wij gaan 3 punten pakken. En we gaan als DVS ook alleen maar naar boven kijken. En DVS is ook geen ploeg die degradatievoetbal speelt. En wij willen ook naar boven kijken. Maar goed, een trainer kan het ook niet helpen dat een spitser ze soms niet inschopt. Of dat een verdediger een keer een fout maakt. Of een middenveld een keer de bal verliest. Maar uiteindelijk is natuurlijk een hoofdtrainer wel verantwoordelijk voor de resultaten. En ja, als bestuur hebben we ook gezegd van nou, we willen het niet aan laten komen op de laatste 3-4 wedstrijden. Want dan wordt het echt inderdaad paniekvoetbal. En wij willen ook nog op een hele mooie manier met de derde periode aan de gang. Okay. Kan en wil je al zeggen hoe het vervolg kan gaan lopen? Nou, het vervolg is dat wij een prima assistent-trainer in de persoon van John Kamphuis hebben. En John die heeft ook alle papieren. En John die gaat volgend jaar bij NSC Nijkerk aan de slag. En John zal ook sowieso de wedstrijdvoorbereiding richting aanstaande zaterdag Rijnsburgse Boys zal die ook doen. Maar goed, het kan maar zo zijn dat we nog ook in de nabijheid van John ook naar versterking zoeken. Anders staat John er wel alleen voor. Oké, okay, duidelijk. Aart, bedankt voor deze mededeling en dit interview. Ja, en Roland wensen wij natuurlijk alle goeds toe. Ik wil nog wel benadrukken dat Roland tot en met de dag van afgelopen zaterdag 100% zijn best gedaan heeft voor DVS 33. En dat mag nog eens een keer extra vermeld worden.